Mag ik voor u aankondigen, mevrouw Stientje van Veldhoven, directeur Europa van het World Resources Institute en vicepresident. Dank u wel. Hartelijk applaus. Dank. En het weer was vanochtend toen ik op de fiets naar het station ging heel wat minder mooi dan nu. Dus ik ben wel erg blij om nu dit prachtige weer hier te zien. En ontzettend fijn ook om weer eens een bijeenkomst in persoon te hebben. Marieke en ik kwamen elkaar tegen in de lift en we herkenden elkaar nauwelijks live. Dus dat zegt wel eigenlijk genoeg, terwijl we heel vaak toch ook in allerlei Zoom-meetings hebben gezeten. Hoe fijn het is om weer een persoon te zijn. En zo'n voorbeeld als net, waar je letterlijk de verbinding weer maakt met elkaar, geeft ook aan dat het zoomen misschien wel efficiënt is, maar nothing beats the real thing. Om het dan maar in een taal te zeggen waarin ik nu heel vaak werk in dat wereldwijde instituut. Ontzettend fijn om hier te mogen zijn. Gisteren was ik bij de presentatie van een boek over 50 jaar milieubeleid. En als we dan terugkijken, want er werd daar straks iets gezegd over de politiek en dat het toch ook heel vaak twee stappen vooruit en één stap terug is. Maar als je terugkijkt naar 50 jaar milieubeleid, dan zie je dat er ook ongelooflijk veel bereikt is. Dat het bijna nooit vanzelf ging, maar er wel heel veel mooie resultaten zijn geboekt. En misschien als we ons realiseren dat de transitie waar we in zitten zo groot is en zo complex is, dat we ook af en toe stil zullen moeten staan om te kijken, doen we de juiste dingen? En misschien soms ook moeten zeggen, we moeten toch weer iets van koers veranderen. Dat we dan eigenlijk gewoon moeten zorgen dat we drie stappen vooruit zetten. Zodat we ook af en toe een stapje terug kunnen zetten wanneer dat nodig is in deze ongelooflijke complexe opgave die we met elkaar aan het doen zijn. Maar toch voldoende tempo houden, want dat moeten we absoluut hebben. WRI, nou even heel kort. Wat is WRI? Degene die daar niet mee bekend zijn. Het is een mondiale denktank en do-tank, om het even heel simpel samen te vatten. We werken heel erg met data, proberen daarvan analyse te maken. En vanaf die analyse ook te kijken, wat moet er veranderen? We proberen dat ook actief met overheden, met partijen, ook echt te veranderen. 1400 medewerkers, werkend vanuit... Dan ga ik even mijn collega's nu mentaal langs. China, India, Indonesië, Brazilië, Mexico, VS. Een hele regio in Afrika. En ik doe dus de regio Europa. Dit is een beetje onze aanpak. Count it, change it, scale it. Vanwege de tijd, ik heb er net al kort iets over gezegd. Maar het is echt dus door te proberen op basis van de data en de analyse naar de voor's en tegens te kijken, maar dat ook te vertalen in handelingsperspectief. En zoveel mogelijk schaal te proberen te bereiken, proberen we dus die transitie te versnellen. En dat was voor mij ook een belangrijke reden om heel graag naar dit instituut toe te willen. Omdat ik echt hoop dat we daarmee wereldwijd, we kunnen het niet in Nederland alleen, maar echt wereldwijd te proberen die transities met elkaar te verbinden, de partijen te verbinden die hier vol voor willen gaan. En met elkaar te proberen zoveel mogelijk impact te hebben. En daarbij ook verder te kijken naar wat is de impact lokaal, maar wel heel erg wat is de impact wereldwijd. Ook als we bepaalde dingen gaan opschalen. En hoe kunnen we lessen leren? En hoe kunnen we lessen van één kant van de planeet, zeg maar, naar andere kanten brengen? Dit zijn de 7 Global Challenges, de programma's waar WRI aan werkt. Dat geeft u allemaal een beeld ongeveer van de breedte van waar we aan werken. En we kijken niet alleen naar die sectoren, maar het is echt een matrixorganisatie. Dus we kijken ook naar wat is de rol van bedrijven? Wat is de rol van economische modellen? Wat is de rol van finance? En natuurlijk, wat is de rol van governance? De rol van overheden in deze transitie is ongelooflijk belangrijk. En ik denk dat in alle vorige presentaties en ook in het compliment, wat natuurlijk helemaal niet aan mij gericht had moeten zijn, maar aan al die partijen die daar samen voor hebben gezorgd, dat ook waarheid kon worden. Het zetten van de kaders van wat willen we bereiken is ongelooflijk belangrijk. En overheden spelen daar op alle niveaus een ongelooflijk belangrijke rol in. En daar ga ik zeker zo meteen ook nog op terugkomen. Steden. Steden, en dat is natuurlijk ook de reden waarom wij hier in deze constellatie bij elkaar zijn. Steden, regionale overheden zijn ongelooflijk belangrijk. En als we even kijken naar het belang van steden, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd, dan gaat dat alleen maar nog veel belangrijker worden. Ik weet niet of jullie wel eens recent dat plaatje hebben gezien van waar de groei van de wereldbevolking gaat zitten. En hoe groot die gaat zijn. Er zullen wereldwijd 2,5 miljard extra mensen in steden wonen in 2050. En 90% van die groei zit in Afrika en Azië. Dus de stedelijke ontwikkeling gaat in belangrijke mate bepalen of we onze doelen halen, ja of nee. En de COVID heeft natuurlijk een enorme impact gehad op de steden.
Maar nu, de drie crisissen werden er straks in die inderdaad zeer bekende cartoon al even gepresenteerd. Er gaat heel erg veel aankomen na deze grote crisis die we hebben gehad. De gezondheidscrisis, de economische en werkgelegenheidscrisis, de ongelijkheidscrisis en de groeiende klimaatcrisis. Het komt allemaal samen in die steden. De klimaatcrisis, dat plaatje is net ook al voorbij gekomen, dus ga ik snel voorbij. We weten allemaal dat we in Glasgow nog een enorme opgave hebben te doen. En WRI heeft wel net, want het plaatje wat net gepresenteerd werd, zou je misschien bijna moedeloos van worden. Maar WRI heeft net een rapport uitgebracht wat eigenlijk laat zien dat als de G20, niet alleen datgene wat nu al vast ligt in de NDC's, dus wat de landen hebben gecommitteerd, maar ook datgene wat ze al hebben aangekondigd dat ze zullen doen. Als ze dat al vastleggen ook in die NDC's, formeel, dan komen we aan 2,1 graad. Zitten we inderdaad nog helemaal niet bij de anderhalf. Maar dan zijn we wel van 4,7 voor Parijs inmiddels naar 2,1 gegaan. En dat kan dus wel. En we hebben ook in kaart gebracht wat die 20 grootste economieën van de wereld nog meer zouden kunnen doen om de anderhalve graad te halen. En dat is dus nog steeds haalbaar. Dus het gat is groot, er zal nog heel veel moeten gebeuren. Er zal ook heel veel op financiering moeten gebeuren. Want de minst ontwikkelde landen van de wereld rekenen wel echt op die financiering van de rijke landen om zelf ook die transitie te kunnen maken. Maar het kan wel. Dus die hoopvolle boodschap wou ik nog wel even geven. Ja, Glasgow wordt een heel belangrijke grote uitdaging. Misschien lukt het ons niet allemaal om het in één jaar voor elkaar te krijgen, maar het kan wel en we zullen dat zeker moeten doen. En dat zullen we moeten doen langs een heel aantal crisis, een system change revolutions that we need. Dus de vraag is van hoe drijven we onze economieën aan, hoe produceren we goederen en diensten of het land, hoe beheren we zoetwater en oceanen. Dat zijn eigenlijk allemaal de grote system changes die er nodig zijn en waar we aan werken bij WRI. Maar als we dan denken over steden, het is ook veel al langsgekomen, compacte stedenbouwkundig ontwerp, zorg ervoor dat alle nieuwe gebouwen tegen 2030 koolstofvrij zijn en dat alle bestaande gebouwen tegen 2050 koolstofarm zijn. En die bestaande voorraad is natuurlijk ongelooflijk belangrijk in die hele opgave. Vervoerswijze zonder uitstoot, kom ik straks ook nog even op terug, namelijk ook een heel mooi voorbeeld in deze regio. Bouwsteden zonder afval en stedelijke veerkracht versterken, die tegelijkertijd de bevolkingsgroei van 80% in de steden van de wereld tegen 2050 ondersteunen. Nou, dat wordt ook eens even uitgerekend, van dat is een enorme opgave. Ik denk dat iedereen, zal wel heel veel geld kosten, moeilijk zijn. En daar moeten we dus andere dingen minder voor doen. We hebben berekend dat het uiteindelijk de benefits, hè, als je dan echt kijkt naar die brede welvaart, ik kwam daar straks ook al langs. Als je breder kijkt naar wat levert dat op, dan levert dat bijna 24 triljoen meer op omdat het kost wereldwijd, als je op deze manier aan de slag gaat. Dus de slimme keuze is de groene keuze. Dan is natuurlijk altijd de vraag, ja, kan dat dan wel? En het antwoord daarop is ja. We hebben ook langs vier verschillende paden in vier verschillende landen onderzocht of dat kan, die ambitie, die transitie in die steden. En het antwoord is ja, en ook niet alleen maar in het Rijke Westen. We hebben gekeken naar India, Mexico, Kenia, China en het kan. En al die informatie is verder te vinden in dit soort rapporten. Maar er is ongelooflijk veel wat er al kan. En het is ook inderdaad echt een kwestie van, worden de juiste randvoorwaarden gesteld om het ook te kunnen doen. Maar als we dat dus doen, en nogmaals, steden en regionale overheden spelen daarin een ongelooflijk belangrijke rol, dan kan het wel en dan kunnen we dat dus halen met al die voordelen die we eigenlijk ook al besproken hebben. Dan nog even over een paar dingen. Houtbouw werd net al genoemd. Prachtige presentatie van meneer Van der Lucht. Volgens mij ook het enthousiasme hier in de zaal. Hout is een fantastisch bouwmateriaal. En alle voordelen daarvan zijn genoemd. En volgens mij is het dus ook niet zozeer een kwestie van of, maar wel hoe. En het belangrijke onderscheid tussen hardhout en softwood werd daarin al gemaakt. En dat is wel, hè, nogmaals, vanuit WRI kijken we natuurlijk ook echt naar wat is nou de wereld, wat als je dit echt opschaalt en je gaat wereldwijd aan de slag met houtbouw, wat zijn dan een aantal dingen waar je wel echt heel erg goed op moet letten? Dat is dat hout natuurlijk koolstofarm is, het is hernieuwbaar en het opnemen draagt bij aan de economische waarde van bossen. Maar hout is niet zero impact. En dat moeten we ons ook realiseren. En daarom is dat onderscheid bijvoorbeeld tussen hardhout en zachthout zo belangrijk. Als het afkomstig is van, als het gevolg heeft voor natuurlijke bossen, dan creëert het wel natuurlijk andere vraagstukken. Als het ander landgebruik, voedselproductie, als dat ervoor opzij gaat, heeft het ook een impact waar we ons heel goed van bewust moeten zijn.
En natuurlijk, als we het hier hebben over softwood geproduceerd in Europa, hoeven we ons daar minder zorgen over te maken. Maar illegale houtkap in de longen van de wereld is wel degelijk ook op dit moment nog steeds een echt probleem. En daar moeten we ook bij het nadenken over hoe maken we die transitie. Vandaar, hè, je wil soms misschien 3 stappen voorwaarts. Soms moet je ook daarin zeggen, we moeten toch een zijpad innemen en het andere zijpad niet. Is wel ongelooflijk belangrijk. De time lag, hè, tussen het moment dat je een boompje plant en dat je er een gebouw van kunt maken, is iets wat we niet kunnen versnellen. Er zijn natuurlijk snel groeiende soorten en minder snel groeiende soorten, maar we kunnen de natuur niet even on steroids zetten. Dus we moeten rekening houden ook met die time lag. En ook koolstof wordt opgeslagen in de bodem doordat er een boom opstaat. Als je die boom weghaalt, verlies je ook dat. Dus het zijn randvoorwaarden die je moet meenemen in het hoe. WRI werkt aan het verbeteren van het goed kunnen doen, onder andere door het Open Timber Portal. Dan hebben we het over het hardhout waar ik het al over had. We maken ons allemaal zorgen, denk ik, over die illegale houtkap in de wereld, over wat dat kan betekenen. En daarom is het ongelooflijk belangrijk om te proberen de governance daarvan te versterken. Dat is iets wat we doen onder andere via het Open Timber Portal. Daarbij proberen we alle certificatie die er is bij elkaar te brengen, maar het ook te koppelen aan wat zien we nou gewoon on the ground gebeuren. Dat soort data komt daarin allemaal bij elkaar en kan dus helpen om te kijken, is dit echt een sustainable choice of is het er toch één die we eigenlijk niet moeten volgen? Nou, daar is veel meer informatie over te vinden. Dat kunt u allemaal nog nalezen. De slides worden vast ook rondgestuurd. Dus hoe het werkt en wat u daar kunt vinden. Maar dat is wel een belangrijke kanttekening, denk ik, die gewoon goed is om te maken bij houtbouw. Zorg ervoor dat het ook echt zo groen is als dat we graag willen dat het is. Dan circulaire economie. Nou, waarom het nodig is, volgens mij weet u dat allemaal. Dus daar kan ik ook snel doorheen. Maar eigenlijk heel kort gezegd. Als we zo doorgaan zoals we nu doorgaan, hebben we 1,5 aarde nodig. Maar dat is alleen als we uitgaan van ons huidige consumptieniveau. En wat we natuurlijk eigenlijk willen, is dat al die mensen, die 10 miljard mensen die op deze wereld bol komen, dat die een leven kunnen leiden, nou, laten we zeggen, zoals wij. Want waarom zouden we naar een economisch model streven waarin we verplicht de helft van de wereldbevolking op een minder rooskleurig leven moeten trakteren dan dat we onszelf trakteren? Dus als we dat willen voor de hele wereldbevolking, ongeveer zoals een Nederlander, en wij zijn nog een stuk milieuvriendelijker dan een Amerikaan, kan ik u vast verklappen. Als we vinden dat dat de standaard zou moeten zijn, niet alleen voor ons, maar ook voor mensen die op een heel andere plek geboren zijn, dan gaan we echt meer richting de 3 aardbollen dan richting de 1,5. Dus kort gezegd, dat past gewoon niet. Tenzij we het gewoon heel anders gaan doen. En daarom is circulaire economie zo ongelooflijk belangrijk. Co-chair van het Platform for the Acceleration of the Circular Economy. Dat is een heel groot samenwerkingsverband. En daar hebben we geprobeerd om, want Nederland is echt koploper, dus eigenlijk wij weten het allemaal al, maar heel veel mensen buiten Nederland weten het nog niet. En toch hebben we die mondiale ketens nodig om echt op te schalen. En daar hebben we dus eigenlijk in de actieagenda's voor een aantal sectoren op een rij gezet. Wat zijn nou de elementen waarop je eigenlijk aan de slag moet gaan als je naar die circulaire economie toe wil? Want het is niet alleen maar het hebben van het materiaal. Het is ook echt het kunnen. De incentives moeten goed zijn. De partners moeten gevonden worden. De regelgeving moet goed zijn. Al die zaken moeten kloppen als je echt tempo wil maken met de circulaire economie. Dat hebben we gedaan op een aantal sectoren. Food, electronics, textiles, plastic en capital equipment. Ik zal even heel kort ingaan op electronics. Ik vond het verhaal van Hans de Luk ontzettend mooi. Hij heeft denk ik echt een enorme drive gehad om hiermee aan de slag te gaan. Al lang voordat wij allemaal wisten hoe belangrijk die circulaire economie was. Ik vond ook het maken van de link vond ik heel erg mooi. De verbinding die circulair ook biedt tussen het hergebruiken, maar ook nieuwe banen die dat creëert. En ik zou eigenlijk willen aangeven, hè, naast alles wat er al is gezegd over hoe vervuilend de textielindustrie is, hoeveel meer we daarmee kunnen doen, wil ik ook hier nog eens benadrukken hoe belangrijk de rol van de overheden is. Inkopen is namelijk ook een manier om een gigantische impuls te geven en kansen te geven aan die kleine bedrijven die in die opschaling zitten. Want er is natuurlijk vaak wel geld of een subsidie voor een technologieontwikkeling. Er is misschien zelfs een subsidie of een incubator om een eerste paar stappen te zetten. Maar je hebt klanten nodig om op te schalen. En als je kunt opschalen en een proof of concept kunt laten zien, dan kun je daarna ook weer gaan investeren. Dan ben je aantrekkelijker voor banken. Dus dat public procurement is echt cruciaal. Dus ik hoop dat u het allemaal massaal gaat doen. En dan gaan we die Nederlandse partijen een belangrijke rol laten spelen.
En waarom is dat zo belangrijk om dat vanuit de MRA te doen? Dat heeft veel meer impact dan alleen in Amsterdam. Want het verhaal over de fabrieken die erachter zitten. Hansie zei van, ik kwam in India en daar zag ik het. Maar de oplossing loopt dus ook letterlijk in een rechte lijn van Nederland naar India. En ik was bij een ander bedrijf, een familiebedrijf, wat duurzame bedrijfskleding maakt. En die werken samen met een spinner in Turkije en met een weverij in Pakistan. Dus het feit dat hier in Nederland een gemeente zegt, ik koop circulaire bedrijfskleding, betekent dat een Turks bedrijf heel anders is gaan werken en dat een Pakistaans bedrijf heel anders is gaan werken. Die waren daar nooit gekomen zonder die ene vraag van die overheid die had gezegd, ik ga op zoek naar die circulaire bedrijfskleding. En zo maken we met elkaar dat hele web. Dit zijn wereldwijde ketens en iedereen kan daarin dus een gigantische rol spelen. Kijk ook nog even naar plastics. Dit zijn dus de calls to action. Dat zijn er 10. Kijk dat rustig nog eens na. Met het oog op de tijd ga ik daar niet heel erg in detail op in. Voor plastics hebben we hetzelfde gedaan. En wat ik daar nog even over wilde melden, was dat ongeveer 95% van de waarde van plastic verpakkingen, met een waarde van zo'n 105 miljard euro, elk jaar verloren gaat. Dus we gooien gewoon ruim 100 miljard weg, elk jaar. En dat is toch eigenlijk ongelooflijk zonde. Met die waarde zou je toch veel meer moeten kunnen doen. Dan nog even green transport. Want dan vond ik eigenlijk wel heel leuk om hier af te sluiten. Met weer zo'n voorbeeld van waar actie lokaal, voorbeelden lokaal, ook weer andere steden kunnen helpen om echt te gaan naar een nieuwe ontwikkeling. En dat is Decade of Cycling Work in Turkey. En dan denken jullie misschien, waarom WRI Turkije? Waarom kon ze hier bij de MRA nou praten over WRI Turkije? Nou, we weten allemaal, en u weet ook dat ik daar een bijzonder zelf een enthousiasme voor had en nog steeds heb, dat Nederland een leider is op het gebied van fietsen, goede infrastructuur en een schoolvoorbeeld is denk ik wereldwijd voor de fiets. En het is ongelooflijk mooi om te zien hoe WRI samen met Nederlandse partners in Turkije dat fiets op de kaart heeft gezet. En dat is ooit begonnen hier in Amsterdam. Er was hier een... even kijken, hoe probeer ik even precies, want ik was daar natuurlijk zelf niet bij toen dat voorbeeld ontstond, dat begrijpt u. Het idee voor dat project kwam voort uit een van de presentaties tijdens het veldonderzoek in Amsterdam onder Get Turkey Cycling. En toen is daarna met de Fietsersbond en het Tour de Force concept is eigenlijk het voorbeeld van Amsterdam, van hoe kun je fietsen nou integreren in zo'n stad en welke benefits heeft dat, is eigenlijk samen met de Nederlandse ambassade in Turkije, heeft dat geleid tot heel veel projecten. En WRI Turkije is nu dus op basis van de voorbeelden hier in Nederland daar bezig om ook in Istanbul dat concept van fietsen, actieve mobiliteit, daar te implementeren. Een heel mooi voorbeeld, denk ik, van hoe de metropoolregio Amsterdam voorbeelden heeft laten zien die elders ook concreet worden toegepast. En dat is denk ik ook een manier waarop steden in hun samenwerking ook op andere plekken kunnen zorgen voor een hele laagdrempelige praktische toepassing en versnelling. Want je weet als regionale en lokale bestuurders wat de barrières ook zijn waar je mee te maken hebt. En juist door die te delen met collega's en de best practices te delen, en dat kan dus ook via organisaties zoals wij dat hebben gedaan, kunnen we heel veel snelheid maken. En dan nog even terug naar hoeveel mensen gaan er wereldwijd in al die steden wonen. Hoe belangrijk is het dat we die voorbeelden, die concrete voorbeelden uit die steden waar zij dat verschil kunnen maken, dat we ervoor zorgen dat die zo snel mogelijk op zoveel mogelijk plekken geïmplementeerd worden. Ik wil heel erg hartelijk danken voor uw aandacht en ik vond het ongelooflijk leuk om hier te zijn. En heel erg veel succes met alle prachtige Green Deals. Dank. Dank u wel, mevrouw Van Veldhoven. Blijft u nog voor de rest van het programma? Kunnen we u nog treffen? Ik moet helaas vandoor. Helaas, maar ik vond het heel erg leuk om hier te zijn. Heel hartelijk dank. Mag ik nog één applaus?